criterium voor de uitdaging is dat artiesten moeten zeer professioneel zijn, goed kunnen zingen en heel authentiek. Ik heb nog nooit in mijn leven mezelf zo ontdekt op toneel als bij de uitdaging. Je zou me kunnen zien als verzamelaar van bijzondere artiesten. En dat is eigenlijk de grootste uitdaging, om iedere keer weer mensen te vinden die ja, echt authentiek zijn, maar ook echt kwaliteit hebben. En dat is nog wel een klus, maar iedere keer lukt het. En als het niet lukt, dan halen we ze uit het buitenland. Wij op toneel zijn zo gretig eigenlijk om dan dit te delen met iedereen. Dat eigenlijk is de avondje uit voor ons, waarbij jullie dus ook erbij zitten. Ja, genre is voor mij niet belangrijk. Het gaat over de mensen die de muziek maken. Dat is zeg maar het leuke, dat je steeds nieuwe mensen ontmoet en ja, nieuwe muziekstijlen leert kennen. Elke avond is het weer anders. Het is echt gewoon magisch. Ja. En het is een hele pure vorm van muziek maken. Are you going to say something in this in Dutch? Bijzonder, heel bijzonder. De uitdaging itself is a very strong concept that I've get to make part of it. I'm very happy because you know get to meet people and you exchange musically, and that's very good when you sit in an audience to see how music is made on spot, let's say. Just a surprise, every time a surprise. De uitdaging is voedsel voor onze ziel. Dank u wel.